had de laatste tijd ook echt een beetje een identiteitscrisis. Dat ik dacht, ja, wat moet ik toch met mijn haar? En er is dus wel degelijk wat uitgekomen. Wat eigenlijk echt positief nieuws is. Want nu weet ik eindelijk waarom ik al die tijd zo duizelig ben. En... stukje natuur. Hier, mooie riesen. Nou, de konijnenvilla is weer geopend. Geïnstalleerd. Dit. Goedenavond. Oh, ik moet even een dagcrème opdoen, want het trekt allemaal een beetje. Maar het is dinsdag. Het is nog geen avond, het is 4:15. Ik heb net de hele dag gezond en het is echt mooi verkleurd. Alleen mijn hoofd, dus nog niet echt. Een klein beetje verbrand en ik heb... ja, ik weet niet of... ja, dat kun je eigenlijk echt heel goed zien. Dit. Ik heb gewoon een soort van... ik had hier zo'n ding liggen, nou... dat zit er gewoon in. Echt heel stom, maar goed. Leuk als je trouwens kijkt naar een nieuwe vlog. Het is dus dinsdag en ik heb even een staart ingedaan. Ik ga zo heel snel mijn haar stylen, want het is een beetje pluizig. Maar voor de rest doe ik geen make-up op, want het is dus 30 graden buiten. Echt, oh, wat fijn zeg. Na die weken met alleen maar regen is het nu gewoon 30 graden. Gisteren was het ook 25 graden of zo en morgen is het ook weer super warm. Dus ik neem het er ook gelijk van. Ik draag dus dit super leuke jurkje van Stradivarius. Echt het beste jurkje ever. Ik ben zo verliefd erop. Hij zit hier echt heel mooi aangesloten namelijk. En hier gewoon weer heel lekker los. Ik weet niet, hij zit echt perfect. Ik heb nog nooit zo'n fijn jurkje en mooi jurkje gehad. Hier ben ik echt heel erg blij mee. En ik doe dus deze sandalen eronder. Dit is nu ook helemaal in. Ja, je houdt ervan of niet. Maar ik vind het echt heel leuk. Deze ook van Stradivarius. Maar ik heb dus eerst even mijn... teennageltjes gelakt, want het was wel even nodig. Dat heb ik gedaan met deze van de H&M. Zo'n baby roze kleurtje. Dit is letterlijk alles wat ik nog over heb. Aangezien ik mijn nagels altijd laat doen. Dus dit is alleen een beetje voor mijn tenen en zo. Echt, ik heb zoveel weggedaan. Gewoon weggegeven. Ik krijg ook heel vaak de vraag of, van mensen die mijn UV-lampen zo willen overkopen. Maar ik heb dat op de weggeefhoek gewoon weggegeven. Voor de mensen die het nodig hadden, zeg maar. Die er zelf geen geld voor hadden. Dus dat is gewoon op een goed plekje terechtgekomen. Ik ga straks koken. We hebben vanmiddag lekker, had ik een tonijnsalade, koude tonijnsalade gemaakt. Dat was super lekker. En vanavond gaan we burrito's eten. Dus dat ga ik zo een beetje bereiden. En daarna gaan we naar mijn vader toe. Dus een beetje op tijd eten. Zodat we dan nog bij mijn vader een beetje kunnen zitten. Aangezien dat niet heel dichtbij is. Verder was ik nog een keer naar de dokter geweest. Omdat ik dus zo duizelig was de afgelopen tijd weer heel erg. En daar ben ik natuurlijk nu al, nou wat zou het zijn, 1,5 jaar zeker. En nou ja, om toch het een en ander uit te sluiten hadden we een 24 uur bloeddrukmeting gedaan. Zodat als daar dan zeg maar echt niks uitkomt, dan is het ook gewoon stress en... niet medisch. De dokter zei gewoon van Floor, we gaan gewoon die 24 uur meting doen. Ik verwacht niet dat er wat uitkomt gezien jouw leeftijd en zo bla bla bla. Dus, maar dan kunnen we het in ieder geval uitstellen, weet je wel. Gewoon heel chill. Nou, dus ik dacht ook, oké, er komt vast weer niks uit, zeg maar. Dus, nou, dus ik die 24 uur meting gedaan. En toen kon ik een paar dagen later, moest ik terugkomen om dat te bespreken. En er is dus wel degelijk wat uitgekomen, wat eigenlijk echt... positief nieuws is. Want nu weet ik eindelijk waarom ik al die tijd zo duizelig ben. En gewoon eigenlijk een beetje die shit die ik elke keer zeg maar heb. Waar dat vandaan komt. We zijn er dus eindelijk achter wat nou de reden was dat ik mijn angst heb ontwikkeld. Waarom ik me zo gek voelde. Eigenlijk de afgelopen 1,5 jaar vooral. En dat is dus omdat ik een te lage bovendruk heb. Bij deze ga dus altijd gewoon toch naar de dokter om het te laten checken. Want het hoeft niet altijd alleen maar naar stress gewoven te worden, want het kan dus ook wat anders zijn. Wat er dus bij mij is uitgekomen. Dus bij deze. En dat is zo'n opluchting, want ik weet nog wel, ik weet niet of jullie al lang vlogs kijken, maar als je al wat langer mijn vlogs kijkt, weet je dat ik dat heb gezegd in mijn Mental Monday video. Maar ik had toen in 2019 in februari al, dat ik een keer naar de dokter was geweest om mijn hart te laten checken. Of dat klinkt heel lomp, maar om... dat ik last had van hartkloppingen of zo. Nou, ik wist ook niet wat het was, maar het voelde gewoon vaag. En nou, toen heeft ze gewoon geluisterd en zo, maar dat was niet echt wat. Toen heeft ze ter plekke ook mijn bloeddruk elke keer gemeten, maar dat was prima. Omdat ik dus gewoon wat gespannener was en dan gaat hij gewoon wat meer omhoog.
En dan is het dus normaal. Maar wat blijkt, uit de 24 uursmeting is dus gekomen dat ik echt een mega lage onderdruk heb. Oké, ik haak hier even in. Het is geen lage onderdruk, maar ik heb een te lage bovendruk. Dat is het. Want je kan geen lage onderdruk of zo hebben. Ik heb er ook geen verstand van. Maar in ieder geval de ontspanning van je hart of zo, dat is je bovendruk. En die is dus bij mij te laag. Bij deze. Nou, ik heb er ook niet echt verstand van. Maar voor mijn leeftijd hoorde je 125 gemiddeld te hebben. En ik had dus een paar keer 87 en gemiddeld 95. Dus dat is echt bizar laag. Dus de dokter die zei, oh my god, we zijn erachter, zeg maar. En ik was ook echt zo van, oh my god, ik weet niet. Ik ging er gewoon vanuit dat het toch weer niks was, weet je wel, dat verhaal. En toen kwam dat er zeg maar uit en ik dacht, ik weet niet, ik was gewoon echt zo van, serieus? Is dit het, zeg maar? Dus ja, we weten eindelijk waar het vandaan komt, jongens. Oh my god, wat een, aan de ene kant een opluchting, aan de ene kant voelt het nog heel gek of zo. Maar gewoon na anderhalf jaar, misschien al wel langer, weet ik eindelijk gewoon, ja, wat ik gewoon dat, wat ik voel dat het wel dus iets is. En dat, ja, iets is, dat, het is niet per se ernstig, maar het is wel iets, snap je? Dat het niet tussen mijn oren zat of dat ik zoveel stress had. Want ik dacht, ik doe de laatste tijd zo goed mediteren en gewoon, ik weet niet, ik ben zo relaxed en ontspannen. En dan toch was ik duizelig. Ik dacht, dat kan gewoon niet stress zijn, want ik ben al zo goed bezig, zeg maar. Dus het is ook wel echt een opluchting dat dat eruit is gekomen. Dus ja, het is echt super laag. Ze zei, ik snap ook wel dat je elke keer duizelig bent. Dus eigenlijk is er niks aan te doen, helaas. Tenminste, dat vertelde ze me. Ze zei, ja, voor een hoge bloeddruk en zo krijg je pilletjes. Maar voor een lage onderdruk is er niks. Het enige wat ik nu kan doen is veel zout eten. Zoute drop, zei ze. En vooral veel bouillon en zo door gerechten heen doen. Dus veel zout. Nou, maakt mij echt niks uit, want ik hou van zout. En met het oog op de toekomst is dat natuurlijk ook mega fijn. Omdat mijn vader en zo gewoon hartpatiënten zijn. Ook in mijn familie zelf, zeg maar, mijn opa's. Dus dan heb ik gewoon wat minder kans daarop. Dus het is allemaal gewoon chill. En ik ben in ieder geval gewoon blij dat er eindelijk wat, ja, uitgekomen is. En dat ik gewoon eindelijk weet waar het vandaan komt. En ja, ik weet niet. Ook gewoon rekening mee kan houden. Dus dat wil ik even zeggen. Het is een hele grote update. Maar ja, het is wel een belangrijke update, vind ik. Dus na anderhalf jaar kan ik eindelijk dit hoofdstuk gewoon afsluiten. En ja, het is wel gewoon een opluchting. En ik weet eindelijk waar die duizeligheid vandaan komt. En ja, ik ga er nu gewoon een beetje rekening mee houden met zout en zo. Ik wil ook niet opeens te veel zout gaan eten, maar een beetje erbij kan geen kwaad. Dus ik ga even mijn haar stylen. Dan ga ik burritos maken. En dan ga ik naar mijn vader. Het geurtje die ik op heb is echt mijn favoriet met deze warme dagen. Deze van The Rituals. Echt zo chill. Ik ga deze maken. Echt heel erg benieuwd. Goedemorgen, het is woensdag. Ik ben net wakker. Ja, oh, wat is hier zo? En ik heb dus nu dit aan. Hier heb ik in geslapen. Dit is een topje van Bershka. En deze, ja, legging dingetje van Chiquelle. Maar ik ga dus vandaag weer een dagje zonnen. Dus ik ga zo even mijn haar gewoon nog kammen en zo. Ik heb nog helemaal niks gedaan. Ik heb echt net mijn bed uitgerold. Ik heb trouwens ook mijn wenkbrauwen geverfd gisteren. Of eergisteren. Dus dat is wel echt heel chill. Maar ik ben echt heel erg mooi verkleurd dus gisteren. Dus daar ben ik echt wel heel blij mee. Dus ik ga even wachten tot, ja, de wolkjes een beetje wegtrekken. Want het wordt echt een hele mooie dag. Oh ja, ik wou even mijn laptop pakken. Daarom ging ik naar boven. Het wordt namelijk 30 graden. Echt super. Maar wel bewolkt tot 12 uur. Dus ik dacht, ga ik tot 12 uur even werkdingetjes doen. Want ik heb de afgelopen tijd natuurlijk ook op YouTube en Insta en zo. Eigenlijk ook vooral op Insta. Radio stilte. Gewoon niet echt wat gepost en zo. Omdat ik dus alle tijd voor mezelf wilde. Maar nu ik bij de dokter zo ben geweest en er toch wat uit is gekomen. Ik weet niet. Is het echt een enorme opluchting. Dus ik voel me echt gelijk veel beter. Dus ik heb er weer helemaal zin in. Dus ik ga alles weer even oppakken. Dus vandaar dat ik mijn laptop wil. Want ik heb ook geen mailtjes en zo meer gedaan. Ja, natuurlijk wel belangrijke dingen. Maar nieuwe dingen niet echt. En school tot 12 uur. En dan is het daarna heel warm en zonnig. En dan ga ik dan bezig, wat ik zeg, zonde. Maar ik ben even alles kwijt. Ik kan het niet vinden. Nou, de konijnenvilla is weer geopend. Echt zo cute.
Nou hebben ze zoveel ruimte, kunnen ze zo het hok in. En dan hier zo helemaal heen. Vinden ze echt heel leuk, hè? Hey, liefie. En ik ga lekker hier zitten. Goed, het is lekker tijd om naar buiten te gaan en te werken in het zonnetje. Maar de zon schijnt dus vet hard. Dus ik dacht, ik ga wel eventjes hierheen, want anders zien jullie me niet. Maar ik had dus wat van iFood binnengekregen. En ik ben hier dus echt reuze benieuwd naar. Ik heb dus 5 van die drankjes binnengekregen. Misschien ken je iFood al wel, misschien niet. Ik ken dit zelf persoonlijk wel, maar ik had het nog nooit getest. Dus ik ben heel erg benieuwd. Maar dit zijn dus drankjes met heel veel eiwitten erin. En dit zijn dus maaltijdvervangers. Je kan ze natuurlijk ook gewoon drinken met je maaltijd en zo erbij in. Maar je kan het dus ook als maaltijdvervanger gaan drinken. Nou ben ik daar zelf niet echt een voorstander van als avondeten of zo. Bijvoorbeeld nu met ontbijt heb ik even geen zin in een crackertje of zo, want daarvoor vind ik het gewoon te warm. Dus dan vind ik dit echt, denk ik, heel erg lekker. Omdat het ook lekker koud is en zo'n lekker drankje is. Je hebt dus de smaakjes Cold Brew Coffee. Die lijkt me echt super lekker. Ik drink dus eigenlijk helemaal geen cafeïne meer. Maar sinds een tijdje wel weer. Dus dat gaat best wel goed. Dus dit lijkt me heel lekker voor vanmiddag of zo. Maar ze zeggen dus dat je er 5 uur lang vol van zit. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Want als er eentje heel snel trek heeft, ben ik het. Dus dat kan ik jullie straks ook gelijk laten weten. Wat ik ervan vind. Hoe ik het vind smaken, et cetera. En het is dus, dat staat hier ook, lactose en glutenvrij. Wat ik zelf heel erg fijn vind. Want ik ben heel erg gevoelig voor lactose. Zoals jullie misschien wel weten. Dus ik kan het ook drinken. Maar goed, je hebt dus ook nog de smaak Crazy Coconut. Je hebt nog een chocoladesmaak. Ik ben ook echt heel erg benieuwd of het dan echt chemisch smaakt of heel gezond. Kan ik jullie laten weten, want dan ga ik dat even proeven. Je hebt nog banaan en vanille. En hier wil ik dus nu mee beginnen, want deze lijkt me echt mega lekker. Op vakantie had ik ook altijd zo'n drankje van Joppele of zo. Dat was in Frankrijk en dat was vanille smaak, vond ik echt de bom. En elke keer als ik er bij mensen deze voorbij zag komen, dacht ik echt, oh, zou dat daarna smaken? Dus ik ga het even proberen. Ik ben ook heel benieuwd of ik dan daadwerkelijk 5 uur lang vol zit. Het is nu 9:30. Ja, ik ga niet pas om 2:30 eten. Maar ik ga jullie dan wel zeker laten weten of ik nog een beetje vol zit. Dus cheers. Oeh. Het leek zo'n mooie dag. Ik film nu met mijn telefoon. Helaas is mijn camera net kapot gevallen. Oké, na 4 jaar mag zoiets ook wel een keer gebeuren. Maar oh, wat ellende. Maar ik ga nu lekker dit drankje opdrinken. Ik heb een nieuwe camera besteld. Hij kan niet meer gemaakt worden. Ik hoop dat hij morgen binnenkomt. Kan ik morgen verder vloggen. Dan skippen we woensdag even. Ik ga deze lekker opdrinken, want ik vind hem echt lekker. En dan praat ik jullie morgen gezellig weer bij. Oké, ik zit hier dus lekker even te werken. Nog steeds dus de woensdag. Met mijn mobiel, maar goed. Ik zit dit dus te drinken en ik vind het oprecht heel lekker. Het is wel dus heel zwaar en heftig. Maar dat is wel fijn, want dan blijf je dus wel langer gevuld. Althans, dat lijkt me logisch. Maar ik vind de smaak echt mega lekker. Dus ik ben wel benieuwd naar de rest. Maar vanille, tot nu toe mijn favoriet. Ja, kan ook niet anders, maar goed. En het is natuurlijk gewoon chill als ik gewoon lekker aan het werk ben. Dat ik me niet druk hoef te maken voor ontbijtjes of dat soort dingen. Dan is dit wel gewoon heel erg makkelijk gewoon nu zo te drinken. Dus ik ga weer drinken. Ik ga drinken en werken. Ik heb nog een leuke kortingscode voor jullie. Want met de code FLOORDELVER10 krijg je 10% korting op iFood. Dus en morgen kom ik als het goed is dus bij jullie terug. Fingers crossed. Hier heb ik het dus lekker koud staan. Dus ik zou even een linkje van iFood in de beschrijving zetten. Met dus de kortingscode FLOORDELVER10. Want dan krijg je 10% korting. Och, ik ben ook echt benieuwd naar die koffie. Lekker. Doet hij het. Ik film nu met mijn nieuwe camera. Ik moet hem nog even opladen. Ik zie er niet uit. Ik ben net wakker. Maar wat goed. Wat fijn. Oké, ho.
dat ik mijn instelling wel goed heb gedaan. Als het goed is, hetzelfde als de vorige camera. Dus het is precies dezelfde camera, dus daar ben ik wel echt blij mee. En ik heb dus nu een heel chill statiefje erbij. Kijk, nou wat mooi. Nou, het is dus vrijdag. Uiteindelijk is de camera gisteravond geleverd. Best wel laat, maar ik kwam 12 uur thuis van mijn vader. Dus ik kon niet de camera nog gebruiken. Dus ik heb hem nu net geïnstalleerd. De buren denken, we gaan even bezig in de tuin. Zo. Dus ja, dat is wel fijn. Ik heb hem nu eindelijk. Het is wel een beetje vreselijk natuurlijk, want ja, deze weekvlog is niet echt meer weekvlog geworden. Het is een beetje echt een zooitje van alles. Dus sorry daarvoor. Maar ja, niks aan te doen helaas. Een beetje onmacht, maar ik ben in ieder geval blij met mijn nieuwe, zelfde camera. Zoals je net zag, heb ik weer zilvershampoo in mijn haar gedaan. En daar heb ik al een paar maanden mijn haar niet mee gewassen, want ik heb het dus toen een beetje beige geverfd. Ik heb nu ook helemaal paarse handen. Maar ik zag weer foto's terug van precies vorig jaar. En ik weet niet, ik vond mijn haar daar zo mooi. Eigenlijk wil ik het ook weer een stukje korter. Net zoals zeg maar daar toen. Maar het was echt heel mooi wit. Wittig. Assig. Maar niet zilverassig. Dat zilverassige vind ik niet meer zo mooi. Maar ik weet niet. Dat hele witte blonde vond ik wel heel mooi. Dus we gaan weer heel veel werken met zilver shampoo. Dus hopelijk komt dat weer een beetje terug in mijn haar. Nou, het is dus vrijdag. Ik zou gaan sporten. Heb ik afgezegd. Echt heel erg slecht. Ik heb deze hele week niet gesport. Ik had er echt even geen zin in. En ik dacht, oké, vanaf volgende week ga ik dan weer er goed mee bezig. Maar ik weet niet, ik was vanochtend weer wakker. En ik was echt kapot of zo. Echt geen zin. Dus, ik ga mijn kamer even opruimen. Want het is echt een bende. Dus ik dacht, ik ga gelijk mijn kamer helemaal uitzoeken en zo. Want ik heb zoveel dingen. Kijk. Ja, dit kan natuurlijk sowieso allemaal niet. Ik moet even mijn bed ook opmaken. Maar ja, ik weet niet. Ik heb het hier allemaal, hier van gisteravond nog watjes en zo, allemaal ingepleurd. En ik dacht, het is wel even tijd om het weer een beetje uit te zoeken. En eigenlijk moet ik ook nog een keer dit helemaal uitzoeken. Want echt, ja, dit is gewoon niet meer te doen. Hier zit ook nog wat onder allemaal, ja. Ik moet het echt een keer goed uitzoeken. Dus dit wil ik eigenlijk nu even lekker gaan uitzoeken. En ik heb hier nu in mijn bovenste la mijn ondergoed gedaan. Dat wil ik ook lekker gaan uitzoeken. En dan dit ook allemaal een beetje. Het is allemaal gewoon net niet helemaal meer fijn georganiseerd. Dit nog wel. Oké, before. Deze spiegelkast is van de Xenos. Maar ik heb dus ook toen wat favorieten van mijn zilveren sieraden gehouden. Maar ik draag dus echt alleen nog maar goud. Dus ik vind het wel lastig wat ik hier dan mee moet doen. Maar ik vind het ook zonde om weg te gooien. Dus misschien ga ik voor de grap weer eens een keer gewoon een keer zilver in doen. Ja, en waar laten jullie dit soort doosjes? Ik vind dat echt zonde om weg te doen. En ik vind het ook wel soms leuk als je een cadeautje geeft dat je het dan hierin doet of zo. Dus tijdens het intrekken van dit, ja, van de zilver shampoo heb ik trouwens toch op nat haar gedaan. Vind ik zelf wat fijner werker. Ga ik dus dit allemaal uitzoeken en zo. En vanavond, Sanne die moet tot 5 uur ongeveer werken. Dus ik ga rond 5 uur naar hem toe. En dan ben ik bij hem. Dus ik heb de hele dag de tijd. En daarna ga ik me ook nog, zeg maar, als ik het ga uitwassen, lekker douchen, opmaken en een beetje fatsoeneren. Dus dat is de planning. Het is wel een beetje rot weer. Het is nu wel heel mooi. De zon schijnt. Maar gisteren heeft het heel hard gestormd hier. Ik woonde in het oosten. En ja, nu schijnt de zon. Maar het kan wel weer gaan regenen. En het is ook echt heel benauwd hier. Heel warm. Dus even kijken wat ik aan ga trekken. Maar we gaan beginnen. Ik ben echt weer veel te veel aan het lullen. Hello Ramona, I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello Ramona, I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. Zo,
opgeruimd en organized. Echt heel erg blij mee. Ik heb hier nu gewoon eigenlijk oorbelletjes die niet echt kunnen hangen en mijn ringen en knopjes. Dan heb ik hier mijn oorbellen. Nou, dan heb ik hier nog die bakjes waar ik dat helemaal in kan organiseren en zo. Mijn eigen van mijn sieradencollectie. Echt super blij mee. Nou, dan heb ik hier eigenlijk alle oorbellen die ik wel wil houden, maar waar ik er maar één van heb. Dus dan kan ik dat een beetje afwisselen. En hier de oorbellen die niet kunnen hangen, omdat die heel zwaar zijn. Nou, dan heb ik hier een doosje met een horloge in. Mijn vroeger van Pandora. Echt heel erg schattig. Zo'n armbandje van vroeger. En hier van die achterkantjes. En vanaf hieronder zijn dus allemaal lege bakjes en dingetjes. Maar ik vind dat gewoon heel handig om te bewaren. En hier heb ik dan ook allemaal van die zakjes. Dus dit vind ik ook heerlijk om zo uit te zoeken. Dus dat is helemaal top. Dat heb ik hier. Dan heb ik hier de zilveren dingetjes. Hier de armbandjes en enkelbandjes. En dan hier al mijn kettingen. Wat ik... Och, daar gaat hij weer. Nou, hier dus al mijn kettingen. Echt heel chill. Want nu kan ik het gewoon weer helemaal goed zien. En dan zie ik ook weer wat ik heb. Want ik was de helft vergeten. Dan doe ik dit allemaal weg. Want dat is of verkleurd of gewoon niet echt meer mooi. Dan alleen op zolder. Hier heb ik echt... Nou ja, dingen waar ik nog foto's voor moet maken voor of een closet sale of op Vinted. Dit zijn kleding. Voor de rest heb ik hier dus allemaal nog meubel en dingetjes. Wat ik altijd in mijn kamer had staan. Voor ik mijn kamer helemaal heb verbouwd, zeg maar, en opnieuw heb gemaakt. Dus dit wil ik of een beetje bewaren voor als ik uit huis ga of gewoon doneren. Dan heb ik hier namelijk, ja, het is echt vreselijk. Ik heb zoveel spullen. Dingen die ik nog wil doneren in een doneerbak. Dus dat ga ik gauw allemaal even doneren. Nou, daaronder heb ik eigenlijk al mijn schoenen in deze grote doos en mijn handtassen. Nou, en hier, ja, dit is echt vreselijk. Dit is ook nog allemaal van mij. Past gewoon allemaal niet meer in mijn kamer, dus ik denk dat ik de helft gewoon ga weggeven op de weggeefhoek. Ja, en dit alles hier is weer helemaal voor mijn uitzet. Het is echt vreselijk. Als ik dit zo zie, schaam ik me dood. Terwijl de hele zolder van Sander ligt al vol met mijn uitzet. Achter de schotten, zeg maar. Hij heeft van die schotten, een beetje wat wij hier zo ook hebben. Achter die schotten. Dat zit er zo helemaal vol en dit heb ik weer, nou ja, gespaard. Of van Xenos samenwerkingen, maar ook via Kringloop heb ik dingen besteld. Dat is zo leuk om te doen. Van die champagneglazen met gouden randjes en zo. Via de Kringloop voor 1 euro en dan heb ik er 6. Nou, dat soort koopjes. Dus ja, ik moet dit gauw weer even naar Sander brengen, maar het is echt vreselijk. We moeten echt uit huis, we hebben echt te veel. Dus ja, dat is een beetje de opslagplek, onze zolder. Want mijn zus spaart voor haar uitzet. Mijn zus is al wel wat ouder. En ik dus ook. Maar ik ga dus ook even gauw allemaal dingen even uitzoeken wat ik dan echt wil doneren. Want er kan ook wel veel weg. Maar dat ga ik een andere keer doen. Maar dat is op zich wel chill. Nou, en dit moet ik alleen nog even in de kast doen. Maar ik heb dus een paar dagen geleden mijn kast ook weer helemaal opgeruimd. Echt super chill. Namelijk zo echt heel erg blij mee. Ik heb daarboven nu alle truien en winterdingen gedaan. Want ik dacht het is nu toch lekker warm. En dan heb ik hier gewoon de topjes... Korte broekjes, daarachter zitten ook nog korte broekjes. Hier alle jurkjes en rokken. Hanggedeelte en hier de lange broeken en sportdingen en zo. Dus ja, het is weer helemaal summerproof. Dus helemaal blij mee. Oké, ik heb me even klaargemaakt en gedoucht. Mijn haar is dus nu gewassen. Ik moet het alleen nog even feunen. Maar ik zag dus al heel wat plukken. Echt wel grijzig en zo. Misschien zie je beter als het opgedroogd is. Maar ik zie het wel best wel goed. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus ik ga het nu even feunen. Het is namelijk nu ontploft. En ik draag dit jurkje heel erg leuk van Lovies. Maar ik doe er dan straks nog zo'n riempje bij. Dat het een beetje zo zit, zeg maar. En dan nog zwarte laarsjes. Dus ja, deze vind ik heel erg leuk. Heb ik in een maatje S. Ik ga nu even mijn haar feunen. Ondertussen Love Island kijken. Want dat was ik nog even van gisteren aan het terugkijken. Hoe mooi is trouwens deze highlighter. Ik zal zo even laten zien welke ik op heb. Maar dat ga ik doen en dan ga ik naar Nijverdal, het dorp in, want ik ga nog wat cadeautjes halen. Want echt, volgende week heb ik zoveel verjaardagen en slagingsdingetjes. Lisa, mijn bestvriendin, is jarig. Demi is geslaagd of afgestudeerd. Mijn zus is afgestudeerd, als het goed is. Mijn vader is jarig. Lisa is dus jarig. Schoonzusje is jarig, dus ik heb echt allemaal feestjes en dingetjes. Dus ik ga even allemaal cadeautjes en zo halen. Ik heb al heel wat geregeld, kan ik allemaal helaas niet vertellen. Want hun zijn daarna, als deze vlog online komt, pas jarig of geslaagd, zeg maar. Dus ik kan nog niet vertellen wat ik heb bedacht en zo. Maar dat ga ik dan zo nog even regelen. Maar ik ben heel erg blij met het lookje en
ja, weer wat kleur op mijn gezicht. Dat ik wat bruiner ben geworden. Dus dat is fijn. En de highlighter die ik op heb vind ik dus heel erg mooi als ik wat bruiner ben. Dat is deze van Revolution. De Skin Kiss. Die is echt... Of de Golden Kiss. Heel erg chill. Voor als je wat bruiner bent. Oh my god, ik ben zo blij met dit eindresultaat. Dit is precies wat ik wilde. Ja, het is nog half nat, want ik had echt geen zin om het nog verder te drogen. Want dan ben ik zo lang bezig. Omdat het gewoon ook zo warm is. En oh, dan ja, had ik geen zin in. Maar het is nu, nou ja, een beetje droog. Ik zal het even laten zien. Oké, ik weet niet of het te zien is, maar het is echt een heel stuk lichter en assiger nu. En niet meer dat, ja, dat bruinige beige. Dus ik ben er echt heel erg blij mee. Ik laat nu nog even drogen aan de zon. Ik ga nu even een broodje eten, want ik heb echt heel veel trek. Dan ga ik dus de broodjes halen. Dus dat is de planning. Ik had de laatste tijd ook echt een beetje een identiteitscrisis. Dat ik dacht, ja, wat moet ik toch met mijn haar? Maar nu ik dit dan weer zie, denk ik, ja, dit is het. Dat bruine vond ik toch niet zo leuk. Ik ben weer helemaal back on track. Helemaal fijn. Laat me zeker weten wat jullie mooier vonden. Of dat, ja, dat beige-achtige. Of dan toch dit blond-grijze, zeg maar. Ja, ik vind dit zelf wel het mooist. Oei, ik ben thuis. Ik zweet me kapot. Ik ben echt super goed geslaagd. Ik moet straks alleen nog even naar reizen. Want ik ga straks toch naar Sander. Daar woont hij. En dan ga ik nog even naar Succenos. Maar echt super chill. En ik was nog naar de Pearl gegaan, want ik ga een nieuwe bril aanschaffen. Of in ieder geval krijg ik voor mijn verjaardag, want ik ben bijna jarig. En ik zag deze en ik vind hem zo mooi. Echt zo'n mooi goud, doorzichtig, groot montuurtje. Want heel veel montuurtjes zijn gewoon te klein voor mijn hoofd, want ik heb echt een heel groot hoofd. Dus ja, ik ben hier echt zo blij mee. Dus die heb ik achteruit gelegd. Kijk, je kunt nog ook wel zien. Echt super blij mee. Dus ja, ik ga dinsdag mijn ogen opnieuw laten lezen, want ik had altijd min 2, maar dat is echt 4 jaar geleden dat ik dat heb gemeten, zeg maar. Ik bedoelde gemeten, ik zei gelezen. Dus even opnieuw laten meten. Dus misschien is het wel heel erg achteruit gegaan, ik denk namelijk wel. Maar dat is dus de toekomstige bril voor mij echt helemaal blij mee. Ik heb hem dus achteruit gelegd en dan ga ik dus dinsdag mijn ogen laten meten. En dan krijg ik er ook nog, want bij Pearl heb je altijd dan, krijg je nog een gratis zonnebril op sterkte erbij. Dus die heb ik ook uitgezocht. Dus daar ben ik ook echt heel erg blij mee. Helemaal leuk. Jee, mondkap. Mijn mondkap? Oh, thanks. Er is dus een pakketje net binnengekomen. En ik doe hem open en ik zie er een plant in. Ik heb echt geen idee. Ik heb dit van Mooi PR. Dat is een PR-bureau. Ik heb een plant gekregen. Ik weet niet waarom. Dus even kijken. Misschien zit er wel een briefje bij. Ja, dat zit er ook. Grappig. Origins. Oeh. Het is een... Oh, dit is zo chill. Een nieuwe hydrating dagcreme. En deze heb ik volgens mij eerder gehad. Van Origins. En die vond ik heel fijn. Heel chill. Oké, ik snap niet helemaal waarom er een plant bij zit. Want ik kan ook geen ingrediënten vinden van een plant of zo. Maar het is wel heel leuk. Ik heb een plant erbij. Dit is een Ocean Chloropitum commosum. Oké, leuk. Dankjewel. Ik heb dus deze plant en ik hou van planten. Maar ik heb dus nog een pot. Ik heb namelijk deze pot 2 keer. Dus die past denk ik hier wel in. Dus ik ga hem even ophalen en dan ga ik hem hierin doen. Zo, ik heb hem hier opgezet. Echt heel schattig. We gooien die naartoe daar. Prachtig stukje natuur. Je hebt mooie riesen. Oh. Gaat ze omweren. Zaterdag. Ik kom net uit reis vandaan. Ik heb lekker bij Sander geslapen. En ik was nog net even naar de Xenos geweest. Om dus de laatste puntjes op de i te zetten voor de cadeautjes. Helaas kan ik het dus niet laten zien. Maar deze kan ik wel laten zien. Dit doe ik bij het cadeautje eraan vast. Zo'n button. Wat je vast kan klippen zo aan je
ja, kleding. Dat vond ik wel heel erg leuk. Voor mijn zus. Dus ik ben alleen echt super stom kaartje vergeten. Of kaartjes, meerdere kaartjes. Dus ik hoop dat mijn moeder nog wat kaartjes heeft liggen. Nou, en verder is het echt heel chill. Want het was natuurlijk heel erg warm de afgelopen dagen. En nu is het 19 graden en bewolkt. En ik heb nu de ramen even opengezet, zodat het hier heerlijk kan doorwaaien. Ik had dus echt heel erg simpel even dit aangetrokken. Dit was een topje van Chiquelle. En deze is ook van Chiquelle, zo'n lange jurk. Wat ik trouwens nog wel eventjes ga doen. Ik zag ook echt een hele leuke mok bij de Xenos. Heb ik helaas laten liggen. Moest van mezelf. Ik dacht, ja, ik heb echt al zoveel. Maar die was zo cute. Ik heb echt een zwak voor mokken en servies. Maar het is dus nu 1:15. En ik heb best wel laat gegeten. Iets van 11 uur of zo met Sander. Dus ik dacht, ja, ik moet wel een beetje iets binnenkrijgen. Ik ga denk ik even kijken, waar is die? Hier, deze. De iFood Cold Brew Coffee. Even drinken. Ik ben heel erg benieuwd naar deze. Dus die ga ik even proeven. Moet ik hem niet weer gaan laten vallen? Oh mijn god, hetzelfde plekje. Ik ben heel benieuwd naar deze smaak. Ik vond vanille echt heel erg lekker. Heel vullend trouwens. Mijn vriend vroeg nog, hoe vond je het? Want ik had het hem verteld. En ja, ik ben echt een hele grote eter. En ik kreeg het eerste flesje niet eens op. Ik heb de helft toen opgedronken en de andere helft heb ik de volgende dag opgedronken. Zo vullend is het. Oh my god, dit ruikt lekker. Mm. Oh, dit is top. Een hele vullende ijskoffie, maar dan dikker. Heel lekker. Ik vind deze misschien nog wel lekkerder dan de vanille. Ik vind hem echt heel erg lekker. Nou, die ga ik lekker opdrinken. En ondertussen pakketjes maken. En het is alweer zaterdagavond. Ik heb me weer opgemaakt. Ik heb even mijn haar gedaan. Ik heb het gewoon gesteld. En die voorste plukken een beetje met die rollers gedaan. Ik zal even mijn outfitje laten zien. Dus ik heb dit jurkje aan van Chiquelle. Vind ik echt heel erg leuk. En dan deze laarzen van Naked. Dus dat is mijn outfitje. Ik ben nu best wel hoog, dus ik moet nu mijn camera hier houden. Ik ga nu zo daarheen. Dus ik ga ook alvast de vlog afsluiten, want ik slaap vannacht toch bij Sander. Dus dan ga ik toch niet meer filmen. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Sorry als hij een beetje dus chaotisch was, omdat mijn camera zo was gevallen. Dus ik had niet echt iets om te filmen. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken. En check dus even de kortingscode in de beschrijving van iFood. Ben ik erg over te spreken. Dus ik zie jullie tot volgende week. En volgende week komt er een hele leuke weekvlog online. Dus stay tuned. Doei doei.